Hoi allemaal! 3 weken geleden heb ik een video op YouTube gezet over Crayola Color Alive. En ik heb heel veel enthousiaste reacties op deze video gekregen. Heel veel mensen willen weten waar je dit kan kopen. Nou, ik heb het boekje gekocht tijdens onze vakantie in Amerika voor zo'n $7. En naar mijn weten is het niet in Nederland te koop. In België misschien ook niet, maar dat weet ik niet zeker. Maar dat maakt niet uit, want ik heb ontdekt dat je via de gratis app, de app Crayola Color Alive, dat je via die app voor €1,99 8 pagina's naar keuze kan kopen. En daarover heb ik een video gemaakt met mijn oudste dochter. Echter, toen ik de video net op YouTube had gezet, bedacht ik me dat het misschien niet mogelijk is voor mensen die nog nooit eerder een pagina hebben ingescand. Want ik had natuurlijk al dit boekje gebruikt. Dus ik heb de video toch weer van YouTube gehaald om het eerst te testen. En ik heb het nu getest met de iPad van mijn man. Hij heeft een ander account. En eerst heb ik de app gedownload van Crayola Color Alive. En dat was gratis. En toen kreeg ik de vraag of ik een boekje heb of dat ik pagina's wil aankopen. En het wijst zich eigenlijk vanzelf. Dus ik gaf gewoon antwoord op de vraag van dat ik pagina's wilde kopen. En uiteindelijk kwam ik dan ook weer in dat menu terecht dat je kan kiezen van welk thema je pagina's wilt kopen. Dus ook als je nooit eerder een boekje hebt gescand, kun je voor €1,99 8 pagina's kopen. Veel mensen zeiden in een reactie, ik heb gratis een pagina geprint via Google afbeeldingen. Maar ik denk dat je dan een pagina print die ook in de app al gratis wordt weergegeven. Ik zal de app er heel even bij pakken. Ik heb de app hier al geopend. En ik wil dus niet meer kleurbladen, zij noemen dat kleurbladen, ik zou het kleurplaten noemen, maar goed. Maar je gaat dan naar mijn opgeslagen spullen. En dan zie je hier de verschillende thema's in beeld. En van Skylanders heb ik nog niets gekocht, maar als ik hem aanklik, zie je eerst het figuurtje, chop chop. Dan ga je naar pagina's. En dan zie je dat deze kleurplaat al helder wit is. Dat betekent dat je deze dus al kan opslaan of kan afdrukken. Dus van verschillende thema's krijg je al 1 pagina gratis om uit te proberen. Wie weet gaat dit in de toekomst nog veranderen en moet je eerst een boekje hebben gekocht en hebben ingescand voordat je extra kleurplaten kunt kopen. Dus als jou dit leuk lijkt, dan zou ik niet te lang wachten. Tot zover dit extra stukje informatie die ik nog met jullie wilde delen. En dan gaan we nu verder met de video zoals ik die heb opgenomen met mijn oudste dochter vorige week. En laten we zien hoe je die extra kleurplaten kunt kopen. Kijken of de draak nog wat wil doen. Erg grappig. We willen jullie eerst iets anders laten zien. In de vorige video hadden we dit hekje alleen maar gekleurd en niets eromheen. Er werd vaak gevraagd wat er gebeurt als je de rest ook zou inkleuren. Dat hebben we nu gedaan. En we gaan nu uittesten wat er gebeurt als je dat tot leven brengt. Dit is de app. Ik druk nu op spelen. En dan ga ik mijn boek opzoeken, Enchanted Forest. En dan zie je hier de heks in beeld. Het is weer lastig om haar in beeld te brengen, maar volgens mij moet het nu lukken. Probeer het maar. Druk op 4D. Ja. En daar is ze. Weer in haar eentje. Maar als het goed is, gaan we nu ook andere dingen zien gebeuren. Daar is een vraagteken. Je bent net op tijd. Een roze boom, niet helemaal roze. Waarschijnlijk, groen. Waarschijnlijk omdat die toch niet helemaal goed gekleurd is. Dat vroeg ook iemand, als je het nou niet goed kleurt, nou dan is dat wat er gebeurt. De brievenbus. De blauwe brievenbus. En de bezem. Allemaal sterretjes. Komt er nog een vraagteken? Nee, volgens mij nu rechtsonder moet zo'n schatkistje komen. Ja, daar is hij. Als je daarop klikt, gaat alles weer weg. Gaat alles weer weg. Van veel mensen kreeg ik de vraag waar je dit superleuke Color Alive kleurboek kan kopen. Ik heb het in Amerika gekocht, maar het goede nieuws is dat als jij deze app gratis downloadt,
jij voor €1,99 kleurplaten kan kopen. We zullen je laten zien hoe je dat kan doen. Je ziet onder die knop van spelen en die vliegende draak, zie je meer kleurbladen. Dat klik je aan. En dan kan je kiezen Minions, Monster High, Skylanders, meer pagina's van Enchanted Forest. Barbie. Draken. Barbie heb ik overigens al gekocht. Kunnen we er straks ook nog wel eentje van laten zien. Maar we gaan eerst wat kopen. Welke wil je kopen? De Minions. Deze. Pagina 1 tot en met 8. Klik maar aan. Anders misschien kunnen we het zien. Hier moet je je geboortejaar invullen, omdat ze zeker willen weten dat ze niet aan minderjarige personen verkopen. En daarna moet je je wachtwoord geven om in te loggen bij de iTunes Store. Tot slot krijg je de vraag of je deze aankoop echt wil kopen. Voor €1,99. Ja, dat willen we. Dus tik maar op koop. Ga door. Verificatiegegevens vereist. Ik ben heel benieuwd wat hij nu gaat vragen. Ga door. Ja. Waar komen we nu? Daar ben ik weer. Ik moest al mijn gegevens controleren en de 3 cijfers van de achterkant van mijn creditcard geven. Nu vraagt hij nog een keer, wil je echt wel kopen? Dus we proberen het gewoon nog een keer. Koop. Ja. Dank u. Nou, ik ben heel benieuwd hoe we nu verder gaan. Druk maar op oké. We hebben de app weer aangeklikt. En nu kun je het volgende lezen. Je hebt net meer kleurbladen gekregen. Je kunt ze vinden in mijn opgeslagen spullen. Ja, klik maar aan. Ik hoop dat we niet al te erg bewegen. En dan zie je allemaal kleurplaten. Even kijken of ik ze wat beter in beeld kan brengen. Links zie je Minions 1 staan en rechts Minions 2. Dat is dus het tweede gedeelte wat je kan kopen. Dus dit zijn 3 kleurplaten in beeld. En als je verder gaat, kan je nog verder. En dit zijn er dan nog eens 4. Dus dat maakt het totaal 7. Is er nog één? Maar dit is geen kleurplaat. Dit is... Oh, dat is wat je hebt, ja. Je hebt gelijk. Dan hebben we nu 6. Maar goed dat jij goed wel oplet. 8 kleurplaten. Deze is grappig. Die piraat. Ga jij eentje kleuren? En ga ik er dan een van Barbie kleuren? Ja, ik wil deze kleuren. Kan jij dan ook zien dat ik al Barbie heb gekocht? Als je naar opgeslagen spullen gaat. Even kijken. Ja, dan klik je Barbie aan. Dan zie je een Barbie figuurtje. En dan zie je hier ergens pagina's staan. En dan zie je de kleurplaten die ik al heb gekocht. En daar ga ik er ook eentje van kiezen en die ga ik inkleuren. Dus deze ga jij kleuren. Ja. Die tik je aan en dan zeggen ze laten we beginnen. Je moet je pagina afdrukken of opslaan. En ik weet niet hoe ik vanaf mijn iPad kan afdrukken. Dat is mij niet gelukt, dus ik ga hem opslaan. De kleurplaat is nu opgeslagen bij mijn foto's. En hoe ik het nu doe, misschien is het een omweg, maar ik zou niet weten hoe het anders kan. Door op dat pijltje linksonder te tikken, verstuur ik de kleurplaat naar mijn e-mailadres als attachment. Of tenminste, dat gaat dan automatisch. Dan krijg je een e-mail met de kleurplaat als attachment. En vervolgens print ik de kleurplaat uit. Dus dat gaan we nu doen. We hebben de 2 kleurplaten geprint. En dit vind ik dus echt een enorm pluspunt als je de kleurplaten aankoopt via de app. Ten eerste is het goedkoper dan dat je dat boekje koopt. En niet alleen dat, je kan die kleurplaat zo vaak printen als je wilt. Dus als je niet tevreden bent over de kleurplaat, zoals jij hem hebt ingekleurd, of je bent met meerdere personen en je wilt dezelfde kleurplaat, dan kan dat. En we hebben ook ontdekt dat je niet de krijtjes hoeft te gebruiken. In dit geval gebruiken wij stiften van Crayola. Maar het kan ook met stiften van een ander merk. Dus elke stift die je gebruikt is goed. Onze kleurplaten zijn klaar. Niet helemaal. We hopen dat we genoeg ingekleurd hebben voor de Crayola app. Maar je bent hier best wel lang mee bezig. Dus ideaal voor een regenachtige dag. En ook erg gezellig zo tegenover elkaar. Dat kleurboek voor volwassenen heb ik helemaal niet nodig. Geef mij maar deze Crayola Color Alive. Ja. En zullen we eerst Barbie eens scannen? Ja. Even kijken wat Barbie gaat doen. Heb je haar? Ja. Je moet haar in dat witte kader zien te krijgen en dan op 4D tikken. Ja. Ja.
Daar is ze. Die muziek. Oh, wat schattig. Met hondje. Oh. Ik zag het vraagteken. Oh. Dus als je op Barbie klikt... Oh, de stoel. Daar is de stoel, ja. Gaan er nog meer vraagtekens? Ja. Dus dan moet je hem iets hoger houden, zodat je de ondergrond iets meer in beeld hebt. Ja, daar nog een. En daar nog een kleintje. Dit is echt zo grappig. Wat schattig, die bellen van die puppy. Maar hebben we nu een schatkist? Rechts beneden, weer? Ja. En dan is alles weer weg. Dag Barbie. Ik zie dat ze een beetje een rode nek heeft. Waarschijnlijk heb ik dat niet goed ingekleurd. We gaan nu de Minion uitproberen. Eerst kijken of we hem goed binnen dat kader kunnen krijgen. En dan op 4D. 4D tikken. Oh, daar komt hij al. Die haartjes. Echt leuk. En als je op klikt... Een hula-dansje. Gaat hij dansen? Wel heel kort dansje. Tik er nog eens op. Had voor mij wel ietsje langer gemogen. Ik vind die haartjes het leukst. En dat dansje natuurlijk erg leuk. Komen er nog vraagtekens in beeld? Misschien moet je hem dan meer boven hangen, zodat je de ondergrond ook in beeld hebt. Met de iPad. Ik wil maar geen vraagtekens. Volgens mij zou dat bij iedere kleurplaat toch wel moeten zijn, maar misschien hier niet. Maar hier zijn ook bijvoorbeeld die veren, die zijn wel gekleurd, maar hier zijn ze ook gewoon geel. Zie je niet in beeld, nee. Nee. Nou, hij is hoe dan ook erg leuk. We willen nu nog een paar andere kleurplaten laten zien. Dit zijn drie vogeltjes. Kijken of hij hem pakt. Ja, hij pakt hem meteen. Ah. Oh. En dan zijn het er drie. Deze Minion heb ik gekleurd. Ik vind hem niks. Nee, sorry. Ja, maar ik wilde gewoon even uitproberen of eigenlijk laten zien dat de app echt de kleuren scant zoals jij hem hebt ingekleurd. Dus die gaan we ook nog even laten zien. Ja. Roze doekje. Paarse Minion, zeeuwmeeuwen op de achtergrond. Doe nog eens. Hij heeft alleen een wit oog. En dit wordt dan de laatste die we gaan laten zien. We kunnen nog wel even doorgaan zo, maar dan wordt de video veel te lang. Deze nog niet gezien. Ik vind hem heel erg leuk. Ik ben begonnen met stift en toen was de stift op. Ben ik verder gegaan met potlood. Maar hij is toch nog goed ingescand, gelukkig. Wij gaan deze video afsluiten. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Ik ben zelf heel erg enthousiast over deze ontdekking. Dat je de app dus gratis kan downloaden op dit moment, augustus 2015. Wie weet is de app volgende week niet meer gratis. Maar in ieder geval op dit moment is hij nog gratis. En voor €1,99 kun je dan 8 kleurplaten erbij kopen die jij zelf onbeperkt kan uitprinten en inkleuren. Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende keer. Dag! Dag!